Hoe krijg ik vrede met God? De Bijbel zegt door het geloof. Want door het geloof word je rechtvaardig voor God. Ik heb iets uitgelegd over de betekenis van rechtvaardiging. We hebben gekeken naar de basis ervan. Jezus en zijn werk. En dan hebben we nog 2 blokjes te gaan. Dan wil ik met jullie kijken wat het gevolg daarvan is. En tenslotte hoe dat te werk gaat. Nou, we hebben net gezien aan de hand van Romeinen 4, vers 25, hè? Jezus overgeleverd voor onze zonde, opgewekt voor onze rechtvaardiging, dat je ja, dus door Christus, door zijn werk, rechtvaardig wordt voor God. En daar zie je gelijk aan, en dat is heel belangrijk. Rechtvaardiging is dus niet oneerlijk, maar is juist geweldig eerlijk. Hoezo? Wel, God ziet onze zonden niet door de vingers. Hij heeft ze gestraft aan Jezus, aan zijn lieve zoon, overgeleverd voor onze overtredingen. En omdat Jezus op Golgotha de schuld en de straf gedragen heeft, kan God ons dus op een hele eerlijke manier vrijspreken van onze zonde. Zodra je met je zonde tot hem komt en je overgeeft aan de Heer Jezus Christus, dan gebeurt er iets heel bijzonders. Op hetzelfde moment dat je je mag toevertrouwen aan de Heer Jezus, spreekt God in de hemel je vrij. Op datzelfde moment en van dan voor altijd ben je rechtvaardig voor God. Dat ben je en dat ben je morgen en overmorgen en dat blijf je tot in alle eeuwigheid. Dat woord wat Paulus hier gebruikt in vers 1, wij dan gerechtvaardigd uit of door het geloof, dat staat in het Grieks in een bepaalde werkwoordstijd die aangeeft dat het in het verleden ooit gebeurd is en nog steeds geldt en blijft gelden. Dus zodra je gelooft, ben je rechtvaardig voor God en dat ben je voorgoed. Hoezo? Wel, dat zagen we net. Rechtvaardiging heeft namelijk niet te maken met wat jij doet, maar het heeft te maken met wat Jezus deed. Dus al ben ik nog steeds geneigd tot zonde en al doe je nog elke dag zonde en dat doet pijn, toch ben je voor God rechtvaardig. Niet om wie jij bent en wat jij doet, maar om wie Jezus is. We zongen het net. Het Lam is mijn gerechtigheid en hij staat bij de Vader altijd met zijn volmaakte offer. En daarom, beste vrienden, kun je ook zeker zijn van je zaligheid. Kun je ook zeker zijn van je behoud. Kijk, als jouw rechtvaardiging, jouw aanvaarding door God afhankelijk zou zijn van hoe jij leeft, dan kun je nooit zeker zijn. Dan kun je nooit zeker zijn. Want als jouw rechtvaardiging is van, als jouw rechtvaardiging afhankelijk is van jouw leven, van hoe jij leeft, dan blijft altijd die vraag knagen, ja, maar is het goed? En is het goed genoeg? Is mijn leven wel goed genoeg voor God? Nou, ik kan je zeggen, jou en mijn leven is niet goed genoeg. Maar Jezus' leven wel. En door het geloof zou je kunnen zeggen, is zijn leven mijn leven. Mijn zondige, schuldige leven is als het ware bedekt met zijn volmaakte leven. En hoe je soms dan ook kunt schamen voor dingen die gebeurd zijn in je leven en voor dingen die je doet. God belooft, ik zie het niet meer. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, wiens zonden zijn bedekt, zegt Psalm 32. God heeft alle vlekken van je leven dan bedekt. Dan wordt jouw bevlekte, verknoeide leven als het ware bedekt met dat volmaakte leven van Jezus. Zodat je van dat oude bevlekte leven, dat oude verleden, niks meer ziet. Dus rechtvaardiging betekent, er is iets gebeurd met je verleden. Met je zondige, schuldige verleden. Je oude verleden is vergeven. God heeft afgerekend met je verleden. En dat is niet het enige. Want er gebeurt niet alleen maar iets met je verleden, maar je hebt ook troost in het heden, nu, vandaag.
En als je even meekijkt in vers 1 en 2, dan zie je dat Paulus daar twee dingen noemt. Hè? Lees even mee. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede. Dat is één, bij God. Door onze Heer Jezus Christus. En het tweede staat in vers 2. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. Dat is een lange zin. Maar het gaat mij even nu om dat ene woordje toegang. Dus wat is de troost hier en nu waar je als christen in mag leven? En Paulus zegt twee dingen. Dat je vrede hebt met God en dat je toegang hebt tot hem. Laat ik daar allebei even iets over zeggen. Wij hebben vrede bij God. Lieve vrienden, zolang jouw zonden niet vergeven zijn, zolang jij nog aan de zonde vasthoudt, heb je geen vrede met God. Daar is de Bijbel heel duidelijk over. De goddeloze zegt, mijn God, hebben geen vrede. Integendeel, dan sta jij op voet van oorlog met God. Zolang jij niet het eigendom bent van de Heer Jezus, is de Heer vertorend op je vanwege je zonde. En dat is het allerergste wat er is, als de allerbelangrijkste persoon van het universum vertorend is op jou. Je weet wat de consequenties daarvan zijn. Maar de Bijbel zegt, daar komt een eind aan zodra je gelooft in Christus. En daarom zegt Paulus ook, hè, door onze Heere Jezus Christus. Wij hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Waarom? Door onze Heere Jezus Christus. Nou, dat hebben we net gezien, hè. Hij heeft de straf op zich genomen. De straf die ons de vrede aanbrengt, Jesaja 53, de straf die ons vrede brengt, was op hem. Hij de straf, wij de vrede. Door Christus krijg je vrede met God. Paulus zegt in de Efezebrief, hij is onze vrede. Hij is onze vrede. Dat is een objectieve vrede. En net als twee landen die met elkaar in oorlog zijn en vrede gaan sluiten. Als allebei de landen aan de voorwaarden hebben voldaan en samen die verklaring tekenen, op dat moment is er vrede. Is de vrede gesloten. Nou, toen Jezus aan het kruis stierf, toen Jezus op de paasmorgen opstond, toen waren aan alle voorwaarden voldaan. En vanaf dat moment, zegt God, is er vrede mogelijk tussen God en mens. Vandaar dat de engel ook al zong in de velden van Efrata, vrede op aarde. En vanwege die vrede die de Heer Jezus aan het kruis heeft gerealiseerd, kan God zich weer met mensen verzoenen. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dus zodra je gelooft in de Heer Jezus, zegt de Bijbel, op hetzelfde moment heb je vrede met God. Voor altijd. Of je nou wakker bent of slaapt, of je nou ziek bent of gezond. Een christen heeft altijd en overal vrede met God. En weet je, dat is niet alleen maar een objectief feit van, nou ja, het is zo. Dat is veel te mager. Die vrede die kun je ook ervaren. Die vrede mag je ook ervaren. Dus er zit ook een hele persoonlijke kant aan, die vrede. Ik bedoel daarmee, de Heilige Geest gaat er ook voor zorgen dat jij die vrede in je hart ervaart. Weet je wat ik bedoel? Op grond van dat werk van Jezus, die voor vrede heeft gezorgd tussen God en mensen, mag je ook innerlijk vrede ervaren. Dat doet de Heilige Geest. En dat is heel persoonlijk. John Bunyan heeft dat zo mooi beschreven in zijn christenreis. Als christen met zijn pak met zonde bij het kruis komt, dan raakt hij niet alleen maar dat pak kwijt, dat rolt weg in het graf van Jezus, hè? Maar zijn hart wordt ook vervuld met een diepe vrede en blijdschap. Hij sprong drie keer op van vreugde, staat er in de christenreis. Dan mag je ook in je hart ervaren dat je vrede hebt met God, dat de Heer je zonde vergeven heeft en je heeft aangenomen tot zijn kind. Dat kun je weten, dat mag je ervaren. Dat noemen we wel het getuigenis van de Heilige Geest. Paulus zegt daarover in Romeinen 8, drie hoofdstukken hierna. Die geest getuigt met onze geest, met jouw geest, dat wij kinderen van God zijn. En dat is niet alleen maar iets wat een keer gebeurt in je leven, maar dat kan zich gelukkig ook steeds weer herhalen in je leven. Dat je onder het luisteren naar een preek of tijdens het Bijbellezen of tijdens het bidden, dat er een diepe innerlijke vrede in je hart mag komen. Het kan heel rustig gaan,
kan soms ook heel intens zijn. Ik denk even aan Blaise Pascal. Pascal, de bekende Franse natuurkundige. Die droeg aan de binnenkant van zijn jas altijd een briefje bij zich. Had hij ingenaaid. Toen hij overleed, vonden ze dat briefje in zijn kleren. En daar heeft hij iets opgeschreven over een moment in zijn leven waar hij iets van die onuitsprekelijke vrede van God in zijn hart mocht ervaren. Een zogenaamde memoriaal, je kunt het op internet zo vinden. En daar zegt hij in: zekerheid, gevoel, vreugde, vrede. Dat mocht hij op dat moment ervaren. Zekerheid, vreugde, vrede. Dus een christen heeft vrede op grond van het werk van Jezus. Dat is zeg maar de objectieve vrede, wat er op Golgotha gebeurd is. Maar je mag ook heel persoonlijk door het werk van de Heilige Geest vrede ervaren. En dan het tweede, zegt Paulus, een christen heeft niet alleen maar vrede. Je hebt ook toegang. Kijk maar, door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. Dus een christen heeft toegang gekregen. Toegang tot God. Zeg maar, eerst zat de deur dicht voor jou, bij God. Maar nu staat de deur open. En waarom? Omdat je nu door het geloof rechtvaardig bent voor God. Daarom mag je bij God binnenkomen. Omdat je gerechtvaardigd bent, heb je toegang gekregen tot God. Paulus heeft het hier over deze genade, zegt hij, waarin wij staan. Wij staan erin. Je mag erin staan. Dat is je status. Je mag als een gerechtvaardigd mens voor God staan. Wij staan in die genade, zegt Paulus. Dat is je positie geworden. Als je een kind van God bent geworden. En daarom heb je toegang tot God. Dat is toch onvoorstelbaar? Dat je binnen mag komen in het heiligdom bij de Heere. Een paar jaar geleden gingen de Nederlandse bisschoppen, Rooms-Katholieke bisschoppen, op bezoek bij de paus. Dat doen ze één keer in de zoveel jaar. En monsieur de Korte uit 's-Hertogenbosch, die vertelde hoe dat ging. Hij zegt, we mochten 6 minuten met de paus praten. 6 minuten toegang tot de paus. En dat zijn dan bisschoppen, hè? Nou, een christen heeft geen toegang tot de paus, dat heb je ook niet nodig. Maar een christen heeft iets veel heerlijkers. Je hebt toegang tot God. En niet 6 minuten, maar altijd. Op elk moment van de dag. Mijn kinderen, dat is ook altijd vervelend, die lopen wel eens om mijn kamer binnen. Ben je net bezig en dan walst er weer eentje naar binnen. Tot de meeste mensen keurig kloppen, lopen zij zomaar naar binnen. Waarom? Heel simpel, omdat ik hun vader ben. En zo is het ook met kinderen van God. Omdat je kind bent, heb je toegang. Dat is het tweede. Er is iets gebeurd met je verleden, zagen we. God heeft je verleden ongedaan gemaakt. Jouw imperfecte leven wil hij bedekken met het volmaakte leven van zijn zoon. En de troost voor nu is, je hebt vrede met God en toegang tot hem. Ken jij die troost? Leef je daaruit? Je zegt, hoe kom ik daaraan? Lees nog even mee. Het laatste. Wij dan gerechtvaardigd uit of door het geloof. Dat is de sleutel om bij deze vrede te komen. Dat is de sleutel om gerechtvaardigd te worden door God. Door het geloof. Dus rechtvaardig word jij niet door wat te doen. Dat zegt Paulus heel duidelijk, hè, in hoofdstuk 4 hiervoor. In vers 4 zegt hij dat. Als je werkt, krijg je loon. Maar dat is geen genade natuurlijk. Als jij een maand gewerkt hebt voor je salaris en je krijgt het op het eind van de maand uitbetaald, dat is natuurlijk geen genadeloon. Nee, daar heb je voor gewerkt. Als je werkt, krijg je loon. Maar
God maakt ons niet rechtvaardig om iets wat wij doen, en dus als een soort beloning die wij krijgen voor wat wij doen. Rechtvaardig kun je alleen worden voor God door het geloof. Want als jij er iets voor zou moeten doen, ja, dan zou het een werk zijn, een prestatie. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk, en met name Paulus, je wordt niet gerechtvaardigd uit de werken. Je wordt niet rechtvaardig voor God door wat jij doet. Rechtvaardig word je juist door niets te doen. Door af te zien van alles van jezelf en alles van jezelf los te laten en je als een arme zondaar over te geven aan het werk van een ander. Van wat Jezus heeft gedaan. En daar je vertrouwen en verwachting op te stellen. Paulus zegt in Romeinen 4, in vers 5, dat zijn woorden die in mijn leven veel betekend hebben toen ik vrede met God zocht. Deze woorden uit vers 5. Bonar heeft ze trouwens ook als opschrift, als motto in zijn boekje staan, herinner ik me. Maar daar zegt Paulus, bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dat zijn woorden om op de muur te schrijven. Bij hem die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Niet werken, maar geloven. Hoor je dat vanavond? Misschien ben jij zo bezig om het zelf goed te maken met God. Ik heb dat ook een periode geprobeerd in mijn leven. Toen ik voelde, het zit niet goed, het moet anders in je leven. Je gaat beter leven. Je gaat je leven opknappen. Je gaat dingen opruimen uit je leven. Je gaat rotzooi wegdoen uit je leven. Je gaat bidden. Je gaat trouw naar de kerk. Je gaat meer in de Bijbel lezen. En ik dacht dat ik daar vrede in kon vinden. Maar het gaf geen vrede. Want vrede vind je alleen in het werk van een ander. In het werk van Jezus. Zelfs jouw goede werken, zelfs jouw vrome werken, zelfs jouw godsdienstige activiteiten kunnen nog een werk zijn, beste vrienden. En daar red je het niet mee. Want heimelijk steun je dan nog steeds en vertrouw je nog steeds op jezelf. En dat merk je ook. Want het geeft je geen rust, het geeft je geen zekerheid. Want altijd weer knaagt die vraag, ja, maar is het nou goed genoeg? Was het nou veel genoeg? Wanneer ben ik dan goed genoeg voor God? Nou, nooit. Zie je? Je bent eigenlijk bezig jezelf te rechtvaardigen. Je bent bezig je leven op te knappen. En daarmee hoop je dan heimelijk dat je wat dichter bij God komt. Dat je zo wat aanvaardbaarder en acceptabeler bent voor God. Maar het werkt niet. Je leeft uit de werken, zou Paulus zeggen. En werken, werken niet. De rechtvaardige zal door het geloof leven. En nogmaals, wat is dan geloof? Geloof is niet een werk wat jij doet. Nee, heel simpel. Geloof is overgave aan het werk van een ander. Aan het werk dat een ander heeft gedaan. Jezus Christus. En die gekruisigd. Dus ja, zelfs hoe belangrijk het geloof ook is. Het gaat uiteindelijk niet om het geloof. Het is uiteindelijk niet het geloof wat jou redt. Nee, het is Christus die jou redt. Het gaat om Jezus en wat hij heeft gedaan. Spurgeon gebruikt het voorbeeld van iemand die in het water ligt. En de man kan niet zwemmen. En dan gooit iemand hem een touw toe. En vervolgens trekt iemand die drenkeling naar de kant. Nou, waardoor is die man nou gered? Is die gered doordat hij dat touw vastpakte? Nee. Dat was wel belangrijk natuurlijk. Maar uiteindelijk niet het belangrijkste. Het belangrijkste is uiteindelijk degene die aan dat touw trekt. Al zou je een touw hebben, maar er is niemand die trekt, dan helpt het niks dat jij dat touw vastpakt. En zo is het ook met het geloof. Natuurlijk is geloof van levensbelang. Het is net als dat touw. Als die man dat touw niet had vastgepakt, was hij natuurlijk verdronken. Maar uiteindelijk is het niet het touw wat hem redt. Maar de man die trekt. En zo is het ook met geloof. Het is van levensbelang. Dat zegt de Bijbel ook. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Maar uiteindelijk, vrienden, is het niet je geloof dat je redt. Maar is het Jezus die je redt.
Geloof is onmisbaar, maar het heeft in zichzelf geen waarde. Net als dat touw. Het is niet het geloof wat jou redt, maar het is Christus die jij door het geloof aanneemt, die jou redt. En daarom, en dat is mijn laatste vraag, heel eenvoudig. Geloof jij in de Heere Jezus Christus? Vertrouw je op het werk van een ander, op zijn volmaakte, volbrachte werk? En geef je daaraan met heel je hart en heel je hebben en houden over. Omdat je bent gaan zien en omdat je voelt en beseft hoe hopeloos het er met jou voor staat. Omdat je beseft dat zelfs je beste werken voor God nog verwerpelijk zijn. Zoals Paulus zegt, alles van mij is schade en drek. Maar omdat je ook gelooft dat het werk van de Heer Jezus volkomen is. En dat Hij alles heeft wat jij niet hebt. Dat Hij alles heeft wat jou ontbreekt. En dat Hij je vertrouwen waard is. Omdat Hij gewillig is om zondaren te ontvangen en aan te nemen. Geloof je dat? Dan is de Heer Jezus van jou. Dan is de Heer Jezus voor jou. Om nog een keer Luther te zeggen. Luther zegt heel simpel. Gelooft u, dan hebt u het. Gelooft u, dan hebt u het. En geloof je niet, dan heb je niks. Het is echt hier alles of niets. Of je vertrouwt op Christus. Of je vertrouwt op jezelf. Want dat doe je dan, hè? Dan vertrouw je op je eigen cv. Durf je dat? Durf jij het echt aan om daarmee voor God te verschijnen met jouw cv? Ja, dan vertrouw je dus meer op jezelf dan op de Heer Jezus. Dat zeggen we natuurlijk niet zo, maar dat is dan wel zo. Ik las vanmorgen in mijn stille tijd 2 Korinthe 4, dat Paulus zegt aan het eind van hoofdstuk 4. En die woorden kwamen even naar binnen bij me. Wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Om weg te dragen wat we in dit leven gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad. En dan besef je ineens, straks sta ik daar. Voor de rechterstoel van de Heer Jezus. En als God mijn leven, jongelui, mijn cv ziet. Dan weet ik wat zijn antwoord is. Dan ben ik zijn oordeel waard. En ik kan dat alleen maar bevestigen en toestemmen. Wat is er dan nodig dat je mag weten op die grote dag dat je staat voor zijn troon? Dat je daar niet alleen staat, maar dat hij bij je staat. En dat hij jou bekleedt, helemaal, van top tot teen, al je zonde, al je schuld. Met zijn volmaakte gerechtigheid. Met de mantel van zijn gerechtigheid. Ik mag u vanavond die volmaakte gerechtigheid aanprijzen. En sterker nog, ik mag hem ook aanbieden. Ik mag jou het cv aanreiken van de Heer Jezus. Het cv waarmee je kunt bestaan voor God. Die grote dag, als je zult staan voor zijn troon. En als je vraagt, wat moet ik daaraan voor doen? Niets. De Heere zegt, alleen ken je ongerechtigheid dat je tegen mij gezondigd hebt. Beleid eerlijk, ja Heer, ik heb tegen al uw geboden gezondigd. Geef God gelijk in zijn aanklacht over je leven. Zie af van jezelf en alles van jezelf. En vertrouw je toe aan de Heer Jezus. Aan zijn volmaakte cv. Kan dat ook voor mij? Dat kan ook voor jou. Juist omdat het niet afhangt van jou. Juist omdat het genade is. Kan het ook voor jou. Nog één keer. En ieder die niet werkt, maar gelooft in hem. Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Geloof alleen en je bent behouden. En als je zegt, maar ik weet niet hoe dat moet geloven. Nou, zeg dan maar tegen de Heere. Heere, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp.
En hij zal je horen. En hij zal je helpen. Opdat ook jij mag ervaren. Nu ken ik die waarheid. Zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Amen.